We hebben hier vanavond een bijeenkomst georganiseerd met verschillende wijkcentrums uit heel Almelo. En ook Aardorp was vanavond aanwezig, wat we heel fijn vinden. We hebben eind maart een bijeenkomst gehouden, omdat we gehoord hadden dat alle wijkcentra in Almelo gedreigd worden met sluiting. En dit vonden we natuurlijk heel erg vervelend. En we proberen mensen te mobiliseren om met elkaar in actie te komen om hier iets tegen te doen, want we zijn het er niet mee eens. Ik heb een collegevoorstel gezien, ik weet niet of u dat allemaal gezien hebt. Daarin wordt dus verwoord dat er dus een bezuinigingsopdracht ligt ten aanzien van welzijnsaccommodaties. En dat resulteert in een plan van aanpak, in een quickscan. En vervolgens, want dat boeide mij heel erg in dit verhaal, hebt u allemaal een vooraankondiging gekregen van een beschikking. Nou, wij zijn van mening dat nu op dit moment wat de gemeente doet, of wat het college eigenlijk doet, is iets opleggen aan de wijkcentra. En dat daar eigenlijk vanuit de bewoners of de gebruikers helemaal niet naar gevraagd wordt wat zij eigenlijk vinden. Wie van u heeft bezwaar gemaakt? Er wordt elke keer gepraat over burgerparticipatie en al die soort woorden komen voorbij. Maar ja, wat merk je daar nou van als gebruiker in het wijkcentrum? We hebben in ieder geval de neuzen allemaal dezelfde kant op. En we gaan dit krijgt een vervolg. In oktober gaan we weer om de tafel en dan hebben we een brief. En dan zullen we het college laten weten wat wij dus als gebruikers, als bewoners van de wijken vinden van... Wat wij, ja, van de plannen, maar ook van waarom het zo belangrijk is, een wijkcentrum. Want er zijn heel veel verhalen van mensen die zeggen van, nou, dit betekent een wijkcentrum voor me. Dat komt nou helemaal niet in de stukken naar voren, zeg maar, van de gemeente. En dat is zo jammer. Nee, nee. Denk je dat de raadsleden weten wat er leeft in de wijkcentra? Nou, ik zie eerlijk gezegd erg weinig raadsleden in de wijkcentra. Ik kom zelf regelmatig, zeg maar. Ik woon zelf op de Schelfos, dus ik kom veel in de Schelf, maar ook wel in andere wijkcentra. En ik heb door, ook dat ik te veel kom, heb ik ook veel, ja, ken ik veel mensen in de wijk. Veel ontmoetingen van oude mensen, jonge mensen, de peuterspeelzaal. Ja, je ontmoet daar mensen en dat is heel belangrijk. Het college is niet zichtbaar in de wijk. Wij hebben wel, tenminste ik weet dat er een wijkwethouder is. Maar ja, wanneer zie je die? Bijna nooit. Wat mij betreft gaat het helemaal niet om de centen of om het gebouw. Het gaat om het effect wat er leeft in die wijkcentra. Als je ziet wat daar gebeurt en wat daar ontstaat en wat daar waarschijnlijk in het verleden ook allemaal is ontstaan. Dat is misschien niet altijd zichtbaar of in cijfers te omvatten, maar er gebeurt gewoon heel veel op sociaal niveau. En als dat wegvalt, dan denk ik dat Almelo of in de wijken een groot probleem ontstaat. Een heel groot probleem. Theaterroute, al jaren bekend. Wat is er aan de hand? Ja, 24 september, altijd 15 jaar de laatste zaterdag van de maand. En wat schetst mijn verbazing? Ik kreeg een mailtje van de gemeente dat de theaterroute werd uitgenodigd voor het afscheid van de burgemeester op 24 september, dus de laatste zaterdag van de maand. Een heleboel mensen zitten in dat circuit en ja, dat heeft natuurlijk twee problemen. Dat ik heel erg bang ben dat ik de locaties niet vol krijg. En dat mensen die ieder jaar naar de theaterroute gaan, die uitnodiging krijgen en dan voor de keuze staan, ja, wat moet ik doen? Moet ik nou naar de burgemeester? Als ze naar de burgemeester gaan, dan missen ze de theaterroute waar ze al jaren naartoe gaan. Dus dat had ik wel heel erg veel moeite mee. Heeft u daar contact over gehad met de gemeente? Ja, ik moet eerlijk bekennen dat ik heel erg boos was, zo boos, omdat ik dacht van nou, het college moet dat toch weten. Ik bedoel, ik doe dat voor de stad en daar wordt zo ja, achterloos. Niemand, ze hebben daar allemaal zitten slapen, dacht ik. Maar dan ben ik nu, mijn boosheid is over. Ik ga gewoon goed aan het werk en ik hoop het vol te krijgen. De gemeente heeft mij, ik heb gebeld, ik heb contact gehad met de wethouder. En ik heb met een ambtenaar van de gemeente, Geert Cornelissen. Maar goed, niemand kan ermee iets aan doen. Gebeurd is gebeurd. Het is op die datum. En wat moet je verder? Dat weet ik niet. Was er een reden waarom dat precies op deze datum moest?
Nou ja, kijk, de commissaris van de Koningin, van de koning Ank Bijleveld, die kon op deze datum. Maar ik vind dat ze deze datum nooit hadden mogen aanbieden. Dat is de theaterroute. Ik moet op een zaterdag 4 zaterdagen. Maar goed, daar wil ik me ook verder niet meer mee bezighouden. Het is gebeurd en ik wil het gewoon even vergeten. En die theaterroute, ik hoop dat iedereen naar de theaterroute komt. Ik wens je veel succes. Ja, dankjewel. Ja, we zijn heel vaak in de stad hier in Almelo. Gaat u wel met de markt mee straks als die verhuist? Jazeker. Wij wonen hier dus, waarom niet? Nee, voor ons maakt dat niks uit. Nee, zijn we nog even in beweging, zeg ik altijd. Toch? Rolly, zeg maar gewoon Rolly. Rolly. Komt u al veel jaren hier op de markt? Jarenlang. Ja. U heeft er dus ook nog wel meegemaakt dat het heel druk was? Ja, ja zeker. Ja, ja. Maar nu niet meer. Nee. Maar vindt u nog steeds dat het aantrekkelijk is om op de markt te kopen? Voor de gezelligheid. Dus u loopt er een keer over en... En we kopen wat... Iets, maar niet, je weet nooit wat. Zo aan die Almelo Allee? Omdat het hartstikke leuk is, omdat het dicht bij huis is en je krijgt je medewerkers ook aan het lopen en een aantal gasten natuurlijk die hier komen en ook af en toe lopen en die wilden wel meedoen. We hebben jullie als Hokus natuurlijk al wel enige ervaring met lopen, want ik herinner mij de deelname aan bijvoorbeeld de New York Marathon. Ja, klopt. Alleen dat was een stukje verder. Dus, dit keer is het wel leuk om het in Almelo te houden. Ja, het is een fantastisch natuurgebied natuurlijk. Net buiten de stad eigenlijk. Of eigenlijk in de stad. En dat is wel hartstikke leuk. En de rust daar, dat is geweldig. Nou, wij hebben ervaring met 42 kilometer. Dus laat maar komen die 10 kilometer of die 5 kilometer. Dat is hartstikke leuk. Zijn jullie nog te kloppen dan? Jawel, jawel, jawel. Maar wij zijn winnaars als Jan meedoet. Gaan jullie je heel specifiek voorbereiden? Weet ik nog niet. Ik denk het wel. Je hangt er vanaf. Ik doe mee met het team wat New York gelopen heeft. Die 8 personen. Waar mijn zusje ook bij zit. En met andere bedrijven van onze Creta gaan we ook met personeel doen. Dus dat is wel leuk. Je kent natuurlijk alle concurrenten, collega's. Ja, wie is er nou voor jou eigenlijk de man die je wilt kloppen? Ja, eigenlijk Ruud de Jong van de Shamrock. Dus die heb ik al een paar keer geklopt met tennissen natuurlijk. En het zou leuk zijn als wij hem kunnen kloppen. Het zou wel mooi voor jou zijn, minder voor Ruud. Ja, uiteindelijk drinken we toch samen een biertje, dus dat is wel leuk. Nou, ik zou zeggen... Challenge accepted, Gabriel. We zullen jou eens even flink laten zien de achterkant van mijn rug. Nou, wij hebben ervaring met 42 kilometer, dus laat maar komen die 10 kilometer of die 5 kilometer. Ja, maar hij is dan een oude man. Hè? Ik denk dat ik dat wel... ik heet De Jong, dus ik ben veel jonger. En ik loop hem er hartstikke uit, denk ik. Gerda Schotveld en Jan Boon
Bij de 83 trouwden woensdag 60 jaar geleden en vierden hun diamanten bruiloft bij het Maatveld. Ja, we hebben ons best wel gedaan hoor. Ja, moest u voor werken? Of oh, heel hard. Ging het nog een beetje vanzelf? Ja, ja. Mag ik u de bloemen aanbieden, mevrouw? Ik heb er een papiertje onder gedaan. Oh, dat is niet fijn. U woont eigenlijk in het ouderlijk huis, hè? Ja. Ik woon er al 80 jaar. Even van mijn vierde jaar af zijn we daar gekomen met mijn ouders. Ja, wij konden toen geen woning krijgen, dus we zijn dus bij ingetrouwd. Mijn moeder was alleen, mijn vader is net voor de bevrijding overleden. En zodoende zijn we bij moeder ingetrouwd en ik heb nog enige jaren gewerkt. En toen kwamen de kinderen. We zijn grootgebracht in de gymnastiek. Ja, in de gymnastiek. Heel veel les gegeven, volleyballen. Ja, de kinderen zaten ook in de sport. De kinderen zaten ook in de sport, wat deden die? Hella, die zat, de oudste dochter, die heeft jaren in de gymnastiek gezeten en zo. En de jongste dochter ook. En u bent ook nog heel lang sportief bezig geweest, hè, mevrouw Boom? Wat deed u? Hoi. Ja, ook gymnastiek, hè. Ook lesgeven aan jongeren, later nog bij de bejaarden. U hebt een heel bijzonder cadeau gekregen, heb ik gehoord. We gaan dus vrijdag naar een weekend met de hele familie. En dan een week erachter blijven zelf met één of twee kinderen over nog voor de hele week dan. Een vakantieverblijf. Freddy Hoevers, je bent genomineerd voor de Herman Krikhaarprijs 2016. Hoe voelt dat? Ja, trots als een po. Ja. Is ja, een mooie thuiswedstrijd weer. Ja, dus ja, onverwacht telefoontje. Ben je blij verrast? Ja, ik ben kunst- en decoratieschilder. Dat is natuurlijk een heel breed begrip. Ja, de laatste tijd val ik natuurlijk donders op met de muurschildering, met de teksten en dergelijke. Maar ook ja, ambachtelijk schilderwerk als restauratie van oude meubels en panden, ja, muurschilderingen. Eigenlijk allemaal wat met verf te maken heeft. En de laatste tijd ook veel met fotografie. Maar dat overlapt elkaar ook wel heel veel, vind ik. Ja, alleen de fotografie gaat wat sneller. Als er wat gebeurt, moet je erbij zijn. En met schilderen kun je wat rustiger nadenken. Ik denk, oh, ik doe een beetje links, een beetje rechts, een beetje kleur meer, kleur minder. En met fotografie gaat het allemaal sneller. Maar ja, daar heb je een computer voor. Als ik zo'n groot ding heb, dan moet ik het opmeten. En thuis gewoon goed nadenken. Van, zie je niks over het hoofd. Waar je denken voor staat, dan heb je geen overzicht meer. Dan zeg ik altijd, dan moet je vertrouwen op de duimstok. Wat je bedacht hebt. En dan toch, als er wat misgaat, wil je dat heel ingrijpen. Maar op een gegeven moment, je moet het thuis. Op papier moet je voor dat plan voor elkaar hebben. Anders, dat soort ter plekke voor de muur, dat lukt je niet. Mijn grootste angst is eigenlijk typfoutjes maken. Dat is, want je hebt natuurlijk iedereen die langs loopt, die ziet altijd foutjes, die altijd veel sneller dan de goede dingen. Dus dat is mijn grootste angst. En dan komt ook altijd, ja, wat kost het? Dan hangt er ook altijd aan vast. En dat is een beetje, daar moet je een beetje de middenweg in vinden. Hè? Ja, dit ja, zeg maar logo-herkenning die ik eigenlijk bedacht voor de muurgedichten. Maar dat zat wel in het plan dat er meer kwam natuurlijk. En dan de VA, dat is een symboliek voor de vrijheid van de kunstenaar. En dat heb ik gedaan. Maar de oor, die ring wat er omheen zit, dat is de oor van de opdracht. Dus als u of wie er ook bij me komt, dan moet een opdracht, dan moet je er wel naar luisteren. Als u zegt, ik moet een hondje op de muur hebben, dan moet je geen auto op schilderen. Dat is simpel zat. Maar ja, je krijgt een opdracht, maar in die oor heb ik drie ruimtes gemaakt. De ruimte, in die opdracht moet wel ruimte zijn om de vrijheid te kunnen gebruiken. Dus je moet altijd wel eens horen, ja, ik zeg, als je een hondje, dan moet je geen auto schilderen. Dan moet je een hondje schilderen. Maar er moet wel een bepaalde vrijheid in zitten. Maar ik denk, als ik een schets maak, mensen willen toch weten wat er komt, wat kost, wat er komt. Dan maak ik een schets met de computer. Zeggen, dit is het idee, maar dat kun je niet helemaal letterlijk vertalen. Maar als je ervoor staat, dan ga je toch op gevoel werken. Maar dus wel, dat is die vrijheid waar je hebben moet. Ik ben Suze Berendsen en ik ben kunstenares. Vooral van glaskunst, maar ook een specialiteit voor portretten en ook heel veel olieverf en aquarel. Ja, hoe is dat eigenlijk begonnen en wanneer? Toen ik op de kweekschool zat, begon ik al te schilderen. En toen heb ik dus de bevoegdheid gehaald van tekenen en handenarbeid, zodat ik dus les kan geven op de middelbare school. Nou, ik ben begonnen met olieverf. En het was wel heel grappig, want ik heb in Bergen in Noord-Holland op de kweekschool gezeten. En daar waren heel veel kunstenaars.
En omdat ik dus daarmee begon, toen mocht ik van de zusters naar die verschillende kunstenaars om mijn werk te laten zien. En die stimuleerden mij om daarmee door te gaan. En toen heb ik jarenlang met olieverf gewerkt. Maar toen kwam de behoefte om in die olieverf ook nog iets van glas of steen te verwerken. En zo langzaam maar zeker groeide ik dus steeds meer naar de glaskunst. Ik heb heel veel begeleiding gehad van Kees van Alst van het Grote Glasmuseum. En toen ben ik dus op eigen houtje verder gegaan. En nu heb ik dus, eigenlijk kan ik dus alles maken wat ze mij vragen. Alleen qua grootte ben ik afhankelijk van mijn oven. Wil ik groter werk maken, dan ga ik naar een collega toe. Nou, ik wil dus graag bij de opening 10 september om 11 uur wil ik graag dus officieel het glasatelier openen. En daarnaast ga ik buiten allemaal schilderijen neerzetten die ik voor een hele schappelijke prijs wil verkopen, want ik heb dus ruimtegebrek. U hebt ruimtegebrek, ja. Nou is het een kunstzinnige familie, want u hebt de genen ook doorgegeven, hè? Ja, mijn derde dochter, die schildert geweldige, dat is met acryl. En mijn oudste dochter, daar gaan we samen vaak een werkstuk maken en zij doet dat maar glas en lood. En gaat dat maar zo door? Of denkt u erover om een keertje met verlaat pensioen te gaan? Nee, ik ga door tot ik erbij neerval. T'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Je t'offre un titre formidable. Hoe lang bestaan de penturisten al? 16 jaar nu. Dit jaar 16 jaar als groep penturisten. Daarvoor waren we bij het Gilde. En toen moesten we daar weg, want bij het Gilde kun je maar 1 jaar schilderen en dan moest je weg. En dat werkt niet, 1 jaar. Dus toen zijn we gewoon voor onszelf begonnen, zeg maar. Toen hadden jullie nog een leermeester van de Noord, maar nu doen jullie het helemaal zonder? Wij doen het zonder nu, ja, wij doen het zonder. Maar er zijn heel veel mensen bij ons die helpen. We helpen elkaar. Er zijn mensen die kunnen bijvoorbeeld heel goed portret schilderen. Er zijn mensen die heel goed bomen, landschappen. Dus wij helpen gewoon elkaar. Van de Meulen. Hoe lang bent u al lid van de penturisten? We zijn in 2010 begonnen bij de penturisten. En het bevalt ons nog steeds heel erg goed. Het is een hele gezellige club en we zitten nu in een nieuw gebouw. Het oude, daar moesten we uit. Maar het is nog even gezellig als altijd. We helpen elkaar en ieder heeft zijn eigen stijl. En u heeft zelfs uw man zover gekregen dat hij ook gaat schilderen? Nee, ik heb niet mijn man zover gekregen. Mijn man heeft mij zover gekregen. Ja, want ik schilderde heel fijn. Met perceeltjes 10x0, 5x0. En toen zegt hij van waarom ga je ook niet mee? En dan ga je gewoon ook met olieverf of met acryl. Nou, dat ben ik gaan doen. En dat bevalt me wel. Ja. Living rooms, bedrooms, dinettes. Oh yeah, you can find them at the market. We talking about flea market. Montgomery, it's just like a mini mall. Oh yeah, come shop with us. I said flea market, Montgomery, it's just like a mini mall. Hey, hey, you heard me. Come shop, living rooms, bedrooms, dinettes.
We got it. You need it. You'll find it. It's just like. It's just like. Amen. Waarom een kofferbakverkoop op Indië? Indië is een heel mooi gebied aan de rand van het centrum en daar kunnen allerlei activiteiten georganiseerd worden. En de eigenaar te Stegen Vastgoed is daar een warm voorstander van. Dus wij hebben hier een atelier om, of ik heb hier een atelier om mijn kunst te maken. En ik vind het leuk om te organiseren. Vandaar deze kofferbakverkoop om veel mensen te laten weten dat Indië een heel mooi gebied is. Maar ik zie hier ook veel bezoekers. Het levert misschien wel cursisten op, is dat zo? Ja, ik hoop ook dat er een aantal cursisten komen. Ik geef beeldhouwcursussen, beeldhouwen in marmer. En dan kunnen mensen dus leren hakken in marmer. En na een x-aantal weken hebben ze een mooi beeld zelf gemaakt. Flea market, Montgomery, it's just like, a minimal. Hey, hey, living rooms, bedrooms, dinettes, oh yeah, you can find them at the market. We talking about flea market, Montgomery, it's just like a mini mall. Hey, hey, don't stop, let's make it. We gaan misschien uit eten of we gaan naar een pretpark. Her name was Lola. She was a showgirl with yellow feathers in her hair and a dress cut down her there. She would merengue and do the cha-cha. And while she tried to be a star, Tony always tended bar across the crowded floor. They worked from 8 till 4. They were young and they had each other. Who could ask for more at the Copa? Copacabana. His name was Rico, he wore a diamond. He was escorted to his chair. He saw Lola dancing there and when she finished. Dit is de 24e editie van de Beachvolleybal Almelo. Het is met 57 teams dit jaar, waarbij een aantal teams echt recreanten zijn. Maar er zijn ook deelnemers die echt in de topklasse en de eredivisie van Nederland meespelen. Dus van alle niveaus en alle pluimages zijn de deelnemers. En we zijn dit jaar met 57 teams. En dat zijn ongeveer 150 deelnemers. Dus een fantastisch inschrijvingsaantal. Hoeveel vrijwilligers werken er aan mee aan dit evenement? In totaal zijn we met een bestuur van 4 man. En nog een aantal vrijwilligers. En de vrijwilligers die moet je ongeveer rekening houden met een 20-tal. Die alles opbouwen. En die vanmorgen al om 6 uur bezig zijn gegaan. Om alles neer te zetten. En gisteravond zijn we ook met een groep van 10 vrijwilligers al bezig geweest met opbouwen en het stotten van het zand. Oké, en hoeveel kuub zand gaat er zo in om hier? Nou, dat zal je verbazen. Het gaat ruim 350 kuub zand op. En gisteren hebben we toch nog 2 vrachtwagens extra laten komen. Dus nu ligt er ruim 380 kuub zand. Oké. Dat is echt heel veel. En volgend jaar de 21ste editie? Ja, volgend jaar de 21ste editie. We weten nog niet precies waar, want het Marktplein gaat volledig op de schop. Dat wordt helemaal nieuw gemeente Almelo. Dus het wordt fantastisch mooi, maar wel heel erg jammer voor de beach. Want we zitten hier al 20 jaar en het is gewoon een fantastische locatie. Dus we zijn heel erg druk aan het kijken waar we volgend jaar de nieuwe editie gaan doen. Heb je nog een alternatief iets in gedachten? Ja, alternatief iets is heel erg lastig, want je hebt best wel wat ruimte nodig. Want het veld is 9 bij 9, 2 keer, dus aan beide kanten. Dus je hebt ruim 20 meter lengte nodig en ruim 10 meter breedte voor 1 veld. We hebben 8 velden dit jaar. Dus ja, je hebt echt een grote locatie nodig. En er is in Almelo eigenlijk geen goede locatie te vinden waar we zoveel velden kwijt kunnen. Dus misschien, dan praat ik misschien voor mijn beurt, dat we wel een grastoernooi ervan maken. Of we toch weer een mooie locatie kunnen vinden voor een beachtoernooi. Het is jammer voor de binnenstad, maar het is even denk ik niet anders. Voor de binnenstad is het doodzonde. En voor ons, wij die het allemaal organiseren,
ook, want dit is natuurlijk fantastisch. En met dit mooie weer, ja, het is Copacabana aan, in Almelo. Ja. Fantastisch, ja. Oké, dankjewel Jure. Oké, graag gedaan. Van de organisatie die zit te stralen, want ze is echt zo'n groot kampioen. Daar zit ik graag aan zijn zijde. En we gaan een applaus laten horen voor Dylan Groenewegen. Wie hebben we in de volgende auto? En die volgende auto, daar staan nu voor twee verschillende ploegen, Boy en Diddy van Poppel. Go, go, go! Applaus! Alles ingereden brengen voor het vertrek. Ik kijk even, de auto's staan klaar. De motoren staan klaar. We komen dus, dames en heren. En wat en ook alles ingereden. En de foto... 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! En Almelo, dat weet je het. Almelo, laat je horen als die renners voor de eerste keer langskomen. Hier het peloton. Dat moet ze gegeten worden. Het wordt André Looy die de punten pakt. Ex nummer 3 van het Nederlands kampioenschap op de weg. Verschil voor de kop van de koers. Kunnen we dan een grote voor dit peloton krijgen? Kan dat? Grote voor het Goede wegen aan de leiding. Geen in het wiel, dan zien we daar achter Jasper. De tweede winnaar van Olympia Tour komt de Gieter en Veen. En door met 703. Ja, Kees, moet je eens kijken, want de onderaanvoering van Team Roadblock gaat het in één keer heel snel. Verschil nog maar 15 seconden. Ja, dat zijn allemaal van de oranje peloton. En die gaan goed. Oeh, daar gaat hij weer. Oeh, ik durf het weer niet te zeggen. En Lotto Jumbo in de gratis als een speer op top van de peloton. Hij raakt nog niet voor niets op nummer 1. Dan was het Poppel van Poppel. Het is Danny van Poppel, voorboy van Poppel en Melvin van Zijl. Danny, ik schat in. Oh, boy. Danny. Boy of Danny, één van de twee. Ik durf het niet te zeggen, ik hou het nu op boy. Natuurlijk jongens. Oh, wat mooi. En het is Curvis die een kleine voorsprong weet te pakken. Zegt hij, houdt de tempo hoog daar in het peloton. Barry Marcus die probeert de tempo vast te houden in dat peloton. En dan gaat het toch niet dichterbij te komen. 38 seconden de achterstand voor 1 minuut 8 is de achterstand van het peloton op de kop. Danny van Poppel, kan hij het Eurico-klassement nog verliezen? Met Barry Marcus aan kop voor het peloton en het tempo ligt hoog. Rondenelle probeert er nog bij te komen in de volle. Hij gaat er vandoor. En het is Stef Clement die reageert richting de Witzelbocht. Nog twee ronden. Proberen zij Groenewegen op de knieën te krijgen. Groenewegen duurt op kop. Hij kijkt naar rechts, hij kijkt naar links. Hij wil niet laten verrassen. Maar hoe kan hij weer hier? Ah, hij probeert het toch weer opnieuw, Maurits Lammertink. Maar Groenewegen, wat is hij scherp, probeert constant aan het wiel te duiken. En het is Lammertink die als eerste naar de bocht gaat, dan Groenewegen. En vervolgens dus Stef Clement en Rens Versloet. Die volgt op die voert de rest van de groep. Groenewegen, Lammertink, Groenewegen, Lammertink, dit voor jou. Het wordt Dylan Groenewegen voor Maurits Lammertink. En in de derde plaats Stef Clement. Hier komt de boy van Poppel, Danny van Poppel en de rest. En dan gaan we kijken naar die sprint. Het is Danny van Poppel die een pak voor Danny van Poppel. Dan Kleene, dan Curvers en dan Mike Teunissen. Uitslag natuurlijk onder voorbehoud. Komt de grote beker. En de wisseltrofee en de beker van de eerste plaats. Ik hoop dat hij een vrachtwagen heeft meegebracht. En kussen erbij, Dylan. Ja. En de wisseltrofee. Je hebt wat druk mee, Judith Slijkhuis. Nog kussen erbij. Nog bloemen erbij. Juist. Nu ga ik kijken of ik de beide dames aan beide kanten kan zitten. De nummer 3 voor Stef Clement. Voor de nummer 2, Maurits Lammertink.
Bode. En voor die fantastische winnaar, Dylan Groene. Ja, en dan gaan we er mooi bij staan voor de foto voor de twee cup sportprijzen en darts. Mooie bloemen van Bloemenrij. Ja, wacht even. De grote kampioenen komen. De tempo erin alsjeblieft. De plus caravaan doortrekken. Vroeger ging Kampen tegen grote gakballen eten en lekkere pinten drinken in het hoofdhoers. Ja, VDL is er ook. Wout daar naartoe komt staan, de Bornestraat in Almelo. Dat is een VDL ETG Technology and Development. Proud to build mini VDL. Mooie VDL. Want je bent van Wolk. Draaien vanavond? Ja. Goed, en waar? Amaliaplein. Dan gaan we jou zien. Amaliaplein? 19:30. 19:30. Goed, dan gaat u hem zien hoor. DJ Top. Tot 9:30, tot 9:30. En nu snelt hij nog even over het parcours. En hier is WM Tonium Meulenbeltzorg TMZ. Vertrouwen op de wijkzorg. Samen persoonlijke zorg. En deze auto's rijden op elektriciteit. Zo, en die komen ze voorbij hoor. Allemaal met de lekkere spullen van de Plus. De Skoda Super. Het leuke is van licht, het kan ook uit. En daarom roep ik namens de Natuur- en Milieufederaties bedrijven en gemeenten op in de nacht van de nacht het licht te doven. En misschien nog wel vaker ook, want licht, je komt makkelijk zonder. Ze gaat steeds meer achteruit. Vroeger speelden we nog wel eens een spelletje. Maar dat gaat nu niet meer. Als
Anderen praten er niet over. En dat vind ik best moeilijk. Mama is er binnenkort niet meer. Ik hoop dat het voor mij niet te laat is. Hallo, wij zijn Kaiway. Zoals we het cassettebandje hebben vervangen door online streaming, zo is glasvezel helemaal de techniek van nu. Elise, Christa en Els zijn onlangs overgestapt naar een alles-in-één glaspakket. Daarmee hebben zij definitief afscheid genomen van DSL. Sinds 3 weken ervaren zij de vele voordelen van glasvezel. Ja, ik heb 3 weken Kaiway en ik moet zeggen dat het heel goed bevalt. Ik zou het een ander zeker weten aanraden, ja. Ja, gewoon sowieso beter beeld. Alles gaat gewoon heel veel sneller. Het is ook goedkoper, zeker. Bent u ook overtuigd? Bestel dan snel uw alles-in-één glaspakket. Want dat betekent sneller internet, televisie in de hoogste kwaliteit en u bent voordeliger uit. Dus graag tot ziens bij Kaiway. Welkom bij Twente Breed, het programma van 1 Twente met het grote en kleine nieuws uit Twente. Elk jaar in de zomer worden in Buurse de Buurse volksfeesten georganiseerd. Het hele dorp loopt er vooruit. De volksfeesten stonden zondag in het teken van het internationale Trekker Trek, over een baanlengte van 100 meter. 'S Avonds was er een grote finale met de showband Lead and Perfect. Welkom bij de volksfeesten. Bij de volksfeesten in Buurse. Ik mag graag alleen weg, niemand er meer. Dat is heus niet eenzaam, omdat het is wie ik ben. Ik blijf er woest lang zitten, weer in mest het laatst. Ik ben toch weer vreselijk, dus het wordt weer laat vannacht. Niks schip met nul van tijd, bereik ik God aan niet. En ik zit hier moeten kieken en ik zie wel hoe het schiet. Niks schip met nul van tijd, en zonder liefde bij. Bereik ik zonder stof van mindfulness of niet. Een volkraad in de koelkast en een buul met wiet. Iedereen heeft zijn reden, iedereen heeft. Ik denk te weten, ben je nog stommer als die leek. En het krabt me in de batten, en het raast me door het bloed. En ik meet, ik denk te weten, zonder dat de liefde vuurt. In mijn hamad loer ik naar de mannen. Ik neem een ijs de rook, die krult me om de kop. De hanekreen, voor de derde keer. Ik kan nu wel naar berg gaan, maar het bier is nog niet op. Niks schip me nul van tijd, bereik ik gewoon aan niet. En ik zie hier mooi te kieken en ik zie wel hoe het schiet. Ik sta hier te midden van de band Lied. Waarom de naam Lied? Wie kan me dat vertellen? Ja. Oké. Wij pakken de lead op elk feest. Wij zorgen voor een waanzinnig feest. Het dak gaat eraf in elke tent. En daar gaan we voor. Daarom lead. Wij bestaan nu iets meer dan een jaar. We zijn vorig jaar begonnen met 6 optredens. En dit jaar hebben we over de 50 optredens. Dus er zit een goede stijgende lijn in. Bevalt het een klein beetje dus met de mannen zo rondom je? Jazeker, absoluut. Gezellig. One of the guys. Dus. We'll break some fire. We'll break some fire. We'll break some fire. Your defense is terrifying. We'll break some fire. Oh,
een showband. Dan denk ik aan een showband. Zijn jullie er toch? Ja, absoluut. Wij maken er een feest van, maar ook absoluut een show. Het is eigenlijk compleet met licht, geluid en, nou ja, en de special moves horen er natuurlijk ook bij. Jij bent niet de eerste zangeres, de band bestaat al langer. Hoe ben je er terechtgekomen? Ik was al wel heel erg actief. Ik had een eigen band, maar ik deed ook invalwerk bij andere bands. En ik kende de gitarist, Gilbert. En ze hadden een nieuwe zangeres, alleen daar waren wat persoonlijke problemen mee. En toen werd ik opgebeld om in te vallen. En dat was vorig jaar augustus, de hele maand. En ik ben nooit meer weggegaan. Hoe is het publiek hier in Buurzen? Nou, superleuk. En het is al lekker vol in de tent en ze doen heerlijk mee. Ja, daar houden wij van. Als het publiek lekker losgaat, dan is het voor ons extra feest. Dat maakt een mooie avond van. Dat gaan we zeker weten doen. André Boers heeft een aantal forts. Niet zomaar forts, maar het gaat om oldtimers. Als lid van de Engelse Fort Club Nederland is hij een fervent liefhebber. Ik ben André Boers en ik heb al sinds 1988 ben ik al liefhebber van echt een fort fren. Ik loop nu naar mijn stalling, waar dus de andere auto's staan. Zoals u ziet staat hier nogal het een en ander. Het fijnste rijden dat is toch eigenlijk wel de Ford Zephyr, ja, die cabriolet. Nou, dat is een zescilinder. Hè. Het geluid is al heel anders. Het dak kan open met goed weer. Dat is toch wel heel fijn en ideaal. Zo, er ligt glas op de weg, dus daar zullen we maar niet doorrijden. Nou, het bijzondere aan deze auto is dat hij dus zo uniek is. Dit is het enigste exemplaar in Nederland. Ik ben verder nog in het bezit van een Ford Anglia 105e. Dat is het autootje waar Harry Potter ook mee vliegt. Nou, ik vlieg er niet mee. Maar ik gebruik hem regelmatig. Dat is deze. Dit is de auto van waar Harry Potter dus ook mee vliegt. Dit is dus de Anglia. Dat was een hele geliefde auto, ook in Nederland. En ze noemen het wel de auto met de gebroken nek. Omdat de achterruit zo scheef weer terugloopt. U heeft zeker wel veel bekijkt met deze auto, hè? Ja, dat heb ik zeker. Ja. Ja, vandaar dat deze reportage ook gemaakt wordt, hè. Ja. Ja. Vindt u dat niet erg? Nee, dat vind ik helemaal niet erg. Ik ben er trots op om zo'n auto te hebben. Kijk, want dit is de enige in Nederland, zoals ik al gezegd heb. Dus dan heb ik iets wat een ander niet heeft. De oudste inwoner van Overijssel, mevrouw Co. Toenink-Platel uit Almelo, had op haar 108e verjaardag tegen de pers verteld dat ze nog heel graag een potje tennis willen spelen. Daarom nodigde de voorzitter van de tennisvereniging Luctor et Emergo haar uit en maakte haar ook meteen gratis lid. Ja, die is gewoon. Ja, neem zoals die komt. Oké. Okay. Alles neem wat er komt. Dus dat moet ik ook gaan doen dan? En niet zitten zeuren. Oh, nou, dat zullen we niet doen. Dat zit niet echt in het systeem. Nee, ik ben niet mee. Oké. Deze is voor u. Ja, dan gaan we hier laten stuiteren. Iets naar achteren zal vallen. Daar gaat hij, hè? En? Ja, bijna. Nog een keer. Ja, kijk eens.
Wij komen een clinic geven voor de vereniging tijdens het open toernooi hier. Dus hebben ze ons gevraagd om een clinic voor de jeugd en voor de volwassenen te organiseren. En dat is nou toevallig iets wat ik heel erg leuk vind om te doen. Met bijzondere gasten, hè? Hele bijzondere gast. Ja, ik werd daar van de week over benaderd. En of ik dat leuk vond om te doen, nou, daar hoefde ik geen seconde over te twijfelen. Want ik denk dat dat voor mij ook een uitzonderlijk mooi moment is. En ik voel me ook echt bevoorrecht dat ik met iemand zoals mevrouw Toenink, die 108 is, op de baan te hebben mogen staan. Ja. Nou, dat toont u eigenlijk ook, hè, met het geven van uw zilveren medaille, eventjes. Ja, ja, klopt. Nou, die zilveren medaille die heb ik in 2000 gewonnen samen met mijn partner Christy Bogert. En we verloren van de zussen Williams. En dat is voor mij echt, ondanks dat het een zilveren medaille is, een goud moment geweest. En dat vond ik vandaag ook. Dus ik vond het eigenlijk wel een hele mooie manier om mevrouw Toenink, zeg maar, te bedanken voor dit moment en haar even die medaille om te hangen. Wat vindt u eigenlijk van haar karakter? Nou, dat is ook bijzonder natuurlijk. Veel zelf willen doen en altijd maar gewoon doorgaan. En alles wat ze kan, dat wil ze ook nog beleven. En er zijn zoveel mensen die het anders beleven dan dat zij doet. En niet zeuren, gewoon lekker je ding blijven doen en dan blijf je bij. En ik denk dat ze daar groot gelijk in heeft. Ja. En ik ga het devies maar volgen, denk ik. Nou, helemaal geweldig. Ja. Ja. Nou, u kon lekker meppen, hè? U kon lekker meppen, hè? Ja, dat vind ik toch zo fijn. Gaat u het nog weer een keertje doen? Oh ja, dat zou ik best nog een keer willen doen. Ja, dat is best leuk. Ja. Achter het oude Rabobankkantoor in Enschede is een skatebaancomplex gerealiseerd. Na overleg met de bank is er een skatepark aangelegd dat er een jaar mag blijven. We zijn hier achter de Rabobank aan de Rijvijzerstraat. En we hebben hier met de skateboardvereniging hebben wij hier een zogenaamd do-it-yourself parkje neergezet. Een van de jongens van de vereniging die maakt zelf ook skatepark van beton. Die is hier eigenlijk soort illegaal begonnen. En aangesproken door een servicemedewerker van de Rabobank. En in eerste instantie mocht hij de boel weer inpakken. En na een kort gesprekje uitgenodigd bij de directie van de Rabobank. Uiteindelijk toestemming gekregen om hier wat te doen. En via het stimuleringsfonds van de Rabobank zelfs nog een klein budget gekregen. Do-it-yourself houdt in dat wij alles zelf met de hand hebben gemaakt. Zo'n beetje 3000 kilo beton met de hand hebben gemixt. Alles uitgeslepen, uitgebikt. In principe leent dit terrein zich ontzettend goed voor een skateplek. De vloer is al heel glad. Hier werd van tevoren al geskaten, omdat de vloer glad is. Daar heb je een klein afgrondje waar je vanaf kan springen. Daar nog een paar dingetjes die er al stonden. Kun je op grinden. En echt om het skatemilieu te bevorderen voor de jeugd. Nee, dit staat in principe los van de vereniging. We hebben dit wel met de vereniging kunnen realiseren. Voor ons is vereniging, we zijn in 2002 begonnen met de vereniging. Dus om eigenlijk te zorgen dat de skatevoorzieningen komen. Om de skaters bij elkaar te brengen. Want skaten is echt gewoon leuk als je dat met z'n allen doet. Door naar elkaar te kijken en samen te skaten leer je ook veel meer dan dat je in je eentje bezig bent. We hebben een indoor skatepark. Iedereen die daar binnenkomt met een skateboardje, die hoort er eigenlijk al gewoon bij vanaf het begin. Je ziet Martijn, doet een 360 flip. Vrij technische skater. Laat zich kenmerken door niet al te veel risico's te nemen met van hoge trappen of trapleuningen. Veel fliptrucjes en grinds. Laag bij de grond blijven, maar wat eigenlijk heel vaak in mijn ogen onderschat. Want dit kost gewoon heel veel vaardigheden en concentratie is in mijn optiek moeilijker dan jezelf door te gooien van grote trappen. Iedereen is vrij om te gaan en staan waar hij wil. Er zijn geen wedstrijden of zo. Ja, die zijn af en toe, maar je mag lekker zelf weten wat je doet en dat maakt skaten ook zo leuk. Dit was Twente Breed voor deze week. Wist je trouwens dat je iedere werkdag al vanaf 7 uur in de ochtend kunt luisteren naar 1 Twente Radio? Dat kan via je eigen lokale omroep. Op 1 Twente Radio hoor je ieder uur de leukste muziek en uiteraard het laatste nieuws uit Twente en uit je eigen gemeente. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende week.